Er zijn in totaal 7207 modellen gebouwd van 2001 tot 2005. 5052 linksgestuurde Opel Speedster, waarvan 4052 normale 2.2 motoren en 1000 turbo varianten. 2155 rechtsgestuurde Vauxhall VX220's, waarvan 1214 normale 2.2 motoren en 941 turbo varianten. De compressor variant van Stefan is er later opgezet. Deze heeft een compressor waardoor de topsnelheid rond de 270 km per uur ligt, dankzij de 335 pk en een gewicht van slechts 845 kilo. Joke moet ook even in de auto. Foto aan Koen en Tim laten zien. Kijk, deze auto heeft oma van opa voor haar verjaardag gekregen. Maar dat geloofden ze niet. Zwaai maar, Mopke. Nou ziet hij me nog. Is het even? Zit ik in de weg? Zo. Op weg naar Zandvoort. Zandvoort bij de zee. We gaan naar Zandvoort bij de zee. De weg er naartoe is ook al een belevenis. Even een lekker geluidje in de tunnel. Het circuit van bovenaf. In 2007 ben ik er overheen gevlogen. We zijn nu in de paddock. Stefan maakt de auto klaar om op het circuit te kunnen rijden. Ook ik moet een helm op. Na controle mogen we het circuit op.
fantastisch. Dat was een belevenis. We gaan naar de paddock. De auto moet een beetje afkoelen en Stefan ook. Ik ga nu proberen via de duinen Stefans race vast te leggen. Iets verloren? Hier komt Stefan aan. Rode vlag. Niet verder rijden. Iemand van de baan? Baan vrij. Stefan mag weer. Einde van een hele mooie dag Zandvoort. Bedankt Stefan.